super tof dat je een kijkje komt nemen op onze school. Om mee te beginnen, we zitten tijdelijk verdeeld over twee locaties. In Nieuwegein, waar de opleiding vastgoedadviseur en projectmanagement, media en communicatie en schilder zitten. De andere opleidingen zitten in Utrecht, aan de Smeijerslaan. Dat is zo omdat we het pand in Utrecht aan het verbouwen zijn. We hebben heel veel studenten altijd, die zeggen, komen door de deur en die zeggen... Oh gaaf, dit voelt goed, hier wil ik op school zitten. Ja. Zoals we het nu aan het verbouwen zijn, is zo opgezet dat al die vakken zichtbaar worden. En dat er heel veel mengeling van vakken kan ontstaan. Dus je kan je voorstellen, je gaf ze net zelf aan, je kwam voor interieur en vormgeving. En je doet nu media en communicatie. Maar je kan je voorstellen dat als je een interieur maakt, hè, neem een lobby van een hotel. Hè, ja. Die gaan ze misschien helemaal ontwerpen enzovoort. Maar er zijn ook altijd informatieborden en vaak videootjes en filmpjes tegenwoordig op zuilen enzovoort. Die weer door mediacommunicatie worden gemaakt. Nou, en het gebouw is nu zo ontworpen dat al die mensen elkaar heel makkelijk kunnen ontmoeten en heel zichtbaar zijn. Dus je kan heel makkelijk die overlap van die sectoren, hè, die beroepen kunnen samensmelten. We zijn nu nog op deze locatie aan het verbouwen. Maar in schooljaar 2022-2023 komen we allemaal weer bij elkaar. Ook hebben we Digilab. Je kunt hier oefenen en leren over de nieuwste digitale technieken. Er komen hier studenten van alle opleidingen. De ene keer willen ze iets belichten, de andere keer willen ze iets projection mappen. Misschien willen ze ook gewoon iets meer leren over hoe maak ik digitaal een presentatie. Of hoe kan ik een presentatie maken en dat digitaal aan de wereld laten zien. Hoe leer ik filmen, hoe leer ik chroma keyen, hoe leer ik digitaal iets doen wat ik misschien niet op de opleiding krijg, maar wel wil toepassen. Wist je dat? We bestaan volgend jaar maar liefst 100 jaar. Weet je wat je hier achter mij ziet? Labora, dat is een soort vrije werkplaats. En Labora is een vrijplaats voor alle studenten die hier gewoon hun eigen dingen kunnen komen doen. Ze kunnen voor studieprojecten werken, maar ze kunnen ook gewoon compleet hun eigen ding doen. Van hele basis analoge technieken tot de modernste techniek zoals een lasersnijder, maar ook 3D-printers wat we daar hebben staan. Dus van alles komt hier aan bod, dus je kunt gewoon helemaal losgaan. Ik probeer de leerlingen te helpen met hun bestanden, om digitaal dat daar te krijgen waar het hoort. Dat is wel beschreven door Nimeto, maar ik merk dat de leerlingen die hier komen niet altijd de weg weten. Dus ik probeer ze door mijn grafische kennis te helpen via InDesign, PDF maken en het op een mooie manier te verwerken op de printer en na te bewerken. Wist je dat? We een eigen winkeltje hebben. Hier kan je allemaal mooie materialen kopen. Wist je dat? Er werken bij Nimeto ongeveer 150 docenten en medewerkers. Wat maakt Nimeto Nimeto? Dat je hier kunt zijn wie je wil zijn, denk ik. Ongeacht kleur, dun, dik, noem het maar op. En nou ja, door de diversiteit aan opleidingen is dat heel leuk te zien hoe dat samenkomt hier. En ik denk dat ook in Labora terugschijnt dat je hier gewoon... jezelf mag zijn en je ding mag proberen zonder dat je bang hoeft te zijn dat het mislukt of dat je raar wordt aangekeken. Ik denk dat dat een beetje de kern is voor mij, ja. Wist je dat? We zijn bij Nimeto een studentenvereniging aan het oprichten. De eerste mbo-studentenvereniging. Hier zijn we bij de front office en wij helpen de studenten, docenten, medewerkers. Eigenlijk alles wat een student wil weten, mogen ze hier bij ons komen vragen. De Nimeto-student is creatief, zijn leuke studenten, vrolijke studenten. Hier kan je huilen, hier kan je lachen, hier kan je schreeuwen. Het is zoals thuis, weet je wel, als je rommel maar opruimt. Of je nou een bontjas aan hebt met make-up op en met 12 gouden ringen, een jongen, vind ik top. Ja. Dat geeft een ander zichzelf al zijn. Je gaat sowieso stage lopen als je een opleiding bij Nimeto doet. In het binnenland of in het buitenland. Sanne is bijvoorbeeld net terug uit Curaçao, waar ze stage liep. Hoi, ik ben Sanne en ik heb stage gelopen bij Ocus op Curaçao. Dat is een interieurbedrijf waar je eigenlijk allerlei interieuren gaat inrichten. Particuliere huizen, kantoren, maar het kan ook een hotel zijn of een club. En daar hou je mee bezig. Je gaat dan de 3D-tekeningen daarvoor maken, maar ook 2D-plattegronden, moodboards... Naast het inrichten van de verschillende ruimtes heb ik me ook bezig gehouden met meubelvoorstellen en interieuradvies aan huis.
Dus het was een gevarieerde stage voor mij. De reden dat ik stage wilde lopen in het buitenland was eigenlijk omdat ik vanaf kleins af aan al ben geïnspireerd door mijn ouders eigenlijk. Want die hebben ook voor hun werk veel gereisd. Dus dat leek me ook wel leuk om te doen. En het leek me gewoon een mooie uitdaging om mijn grenzen te verleggen, letterlijk en figuurlijk. Uiteindelijk kom je straks op de arbeidsmarkt. Ja. Misschien ga je eerst nog doorstuderen, maar misschien ga je gelijk de arbeidsmarkt op. En dan moet je werk gaan vinden. Dan ga je ergens in die community werken. Dus als we jou leren goed net te werken, goed toegang geven tot het netwerk, dat je al je weg erin kent, dat je als je een mooi portfolio hebt, dat je dat in het netwerk gewoon kan posten en dan zien andere bedrijven dat, dan zien mensen dat en die denken dan van, oh wauw, we nemen eens contact met die persoon op, want dat vinden we wel heel mooi. En hoe ik die stage heb gevonden, dat is eigenlijk gewoon via school gebeurd. Ik heb de brochure doorgelezen. Daarin stond dit bedrijf. Toen heb ik contact opgenomen met de oud-student die hier al stage heeft gelopen. En nadat ik haar had gesproken, leek het me wel een leuk bedrijf. Toen ben ik op internet even gaan kijken. En toen heb ik ze gemaild voor een sollicitatiegesprek. En toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Na het eerste gesprek zou ik nog een weekje moeten wachten, omdat zij nog andere gesprekken had. Maar uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik daaraan was genomen. Vakmanschap, creativiteit, innovativiteit en daar overheen het samenwerken van al die dingen. Nou ja, dat is eigenlijk waar ons hele onderwijs op gestoeld is. Heel erg bedankt voor het kijken en heel veel plezier bij het Op Buis. Wist je dat? Die meten gewoon de leukste school van Nederland is.